Hallo kijkers, VVA Meiden TV. Hartelijk welkom bij weer een Pupil van de Week interview. Zaterdag 3 uur spelen we weer lekker een thuispotje tegen Scheluinen. De nummer 3 van de competitie. En zelfs staan we op een keurige 4e plaats op 2 punten van de koploper. En dat is Arkel. Scheluinen komen op bezoek. Dat is een ploegje. Ja, daar hebben we verleden jaar thuis van gewonnen. En uit speelden we daar 2-2. En ja, ze doen het goed. Dus het wordt wel een pittig potje. Maar goed, voordat we het over die wedstrijd gaan hebben, ga ik eerst mijn pupil van de week voorstellen. En dat is Sil. Sil, vertel, hoe oud ben je? Welk team zit je? Wat is je positie? Nou, ik ben Sil. Ik zit in JO 12-1. En ik ben 11 jaar. Kijk aan. En hoe gaat het onder de 12? Nou, het gaat wel redelijk. We spelen tweede klas. We staan volgens mij 4e of zo. Nou, dus dat is niet slecht. Dat gaat best. Zoiets. En als het ergens ook niet aan kan leggen, dan is het aan het aantal trainers. Want hoeveel trainers hebben jullie? We hebben Dennis, we hebben Patrick, we hebben Roy, we hebben René, we hebben Hans. Hans, 5 stuks. Dus ja, dat is in principe goud. Dus elke week heb je een andere trainer en heb je een andere, hoe moet ik zeggen, manier van trainen. Dat is ideaal. En dan stiekem, wie heb je het liefste? Nou, ik moest van Dennis zeggen. Ja? Want dan krijg ik een zakje snoep van hem. Oh, zie je, dat wordt er onderhandeld. Ja. Dat je Dennis de beste trainer vindt. Ja. Maar goed, dat jij dat vindt oké, maar ik denk wel dat de meningen daarover verdeeld zijn. Hey, zit ik op school? Op de Kandelaar? Ja. Je hebt ook vlak bij school. Maar nog niet, nog een jaartje, want dan ga je weer uit natuurlijk, hè? Waar school? Ja, dan moet ik naar Ja, wat is het toch? Doe lekker weg. Hey, in welke groep zit je? 8. Oeh, dus volgend jaar naar de hogere school. En waar ga je heen? Weet je dat al? Niet per se. Oké, ja, ik kan alle kanten op, Schoonhoven, Gorinchem, Vianen. Ik weet niet waar je later wil worden. Weet ik eigenlijk ook niet echt heel goed. Ga je vader achterna? De fysiotherapie in? Of misschien ga je... Ja, ik kan wel zeggen, je moeder achterna, maar dan weet ik ook niet wat hij doet. Die doet niks. Dan moet je er meer van hebben. Die kan lekker koken dus voor jou. En, ja, die is... De was doen. Die is elke dag thuis. Ja, dat is ook best, hè. Dus, nou leuk. En buiten voetbal om nog hobby's? Nou, ik zit nu op volleybal en ja... Oh, je doet volleybal en voetballen? Ja, en ik zit ook op pianoles. Oh, kijk, mooi muziekinstrument. Dat vinden ze wat anders. En waarom zit je ook op volleybal? Weet ik niet. Jij wil gewoon lekker veel sporten, lekker veel in beweging zijn. Ik vind het wel geinig als ik veel dingen kan. Ja, maar kan je dat wel combineren ook tegelijk? Oké. Ja. 'S ochtends voetballen en 's middags volleyballen? Nee, gewoon... Ja, ik zit in een team, daar doe ik geen wedstrijden mee. En gewoon een beetje trainen? Ja. Oh, en voor de gezelligheid? Ja. Mooi. En je komt ook vaak kijken bij de eerste? Dat, ja, het gaat goed, hè? Ja. Op de beker na, want dat was even, niet, was even wat minder. Ja. Maar goed, dan kennen we ons al volledig richten op de competitie. Ja, zie je het positief weer voor de meiden? Al komende zaterdag en de weken erop, denk je dat we bovenin mee gaan doen? Sta jij erin? Ja, ik denk dat ik er zaterdag wel weer in sta. Toch denk ik dat we gaan winnen. Kijk, dat is mooi. En mag ik ook nog een doelpuntje mee gaan prikken? Want het is zo lekker nog niet gescoord dit seizoen. Dat maakt voor mij allemaal niet zo heel veel uit wie er scoort, als we maar scoren. Zo is dat. Nou, Sil is er in ieder geval bij, 3 uur. Tweede speel tegen Oranje-Wit. Die hebben afgelopen week van de koploper gewonnen. Nieuw-Lekland, een puikoverwinning. En de mannen van Hossen, ja, die willen dat doorzetten. Die willen nou omhoog gaan kijken. En ik zie het wel eens gaan gebeuren. Ik heb gehoord dat ze ervoor zelfs lekker gaan lunchen bij de trainer. Soepje erbij, broodje erbij. Dus kortom, het wordt voor iedereen een perfect weekend. En hopelijk vele punten voor de meiden. En vooral ook voor het eerste. Dan kunnen we weer een stapje omhoog kijken. En dan wie weet kan het wel een heel mooi seizoen worden. Tot zaterdag 3 uur op Sportcomplex in Meijhoven. Dus hij zet de fluit. Wij nemen uit. Je lachen of je wil of niet. Als een kans dat.